je dit draagt. Wat ziet papa nou? Hey, lang haar. Nou, even wat lekkers uitzoeken. Voor de film al door, hè? Dit is de film. Jake. En Lucilla, die zit... Oh. Ook een beetje gissen. Ja? 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 Nee? Komt dat door die lange haren? Mm-hmm. Ik heb lang haar. Oh, heel mooi. Kijk dat niet uit. Mag ik maar afknippen? Nee! Wij zijn de? Bellinga's. De Bellinga's. En vandaag heeft Lucilla voor één dag hele lange haren. Ja. Kijk eens hoe lang ze zijn. Wauw. Dat moet ik jullie wel even goed vertellen. Want ik was vanochtend, stond ik me op te maken. En Lucie had op een gegeven moment een tasje gepakt. En daar zat wat in. Ze deed hem open. Toen zei jij, hey. Mama, wat is dat? Haar. Ze zei, maar dat zijn mijn lange haren. Ik weet niet, voor degenen die ons al heel lang volgen. Dit haar heb ik 2 jaar geleden een keer op een huishoudbeurs meegekregen. Dit is echt haar, trouwens. Wel nep haar, maar ik bedoel, het is gemaakt van echt haar. En dat had ik toen in mijn haar laten meten. In ondertussen heb ik mijn haar alweer geknipt. Dus het is niet meer op mijn lengte, maar het was dus maar een beetje op mijn lengte geknipt. En nou ja, toen Lucilla dat zag, was het helemaal... Oh, mama! Rapunzelhaar, mag ik dat in? En ik dacht in eerste instantie, nou dat zal wel helemaal niet passen. Maar ik heb het ingedaan en rempel, het past er ook nog. En nu wil ze het niet meer uitdoen. Dus nu heb ik met haar afgesproken dat ze vandaag voor één dag lang haar mag hebben. En ze is helemaal van ondersteboven. Kijk, ik zal het je een beetje laten zien. Dit is Lucilla's echte haar. Kijk, dit is haar echte haar. En dit is dus het nep haar. En de kleur ook van Lucilla lijkt ontzettend dus erg ook op de kleur van het nep haar. En hieronder zit een draadje, een vissendraadje. Dat zit hier als een soort haarbandje. Hieronder. En dat haar eigen haar heb ik daar overheen gehaald. Kijk. Ja, kijk. Jullie zien het bijna niet. Omdat het gewoon... Ja, dit is gewoon natuurlijk... Echt, kijk, dit is het vissendraadje. En haar eigen haar heb ik er dan haar overheen gehaald. Zodat je dat bandje niet ziet. Kijk, hier. Dit is mijn eigen haar. Dit is jouw, ja, dat is jouw nephaar. Dit is dus jouw nephaar. En die plukjes hierboven is dus jouw eigen haar. En zo lijkt het alsof het echt haar is. Ja. Hierboven echt heel leuk. Is mijn haar. Ja, naar bovenop is jouw haar. En hieronder zit dus dat nephaar bandje. Ja. Maar echt heel erg leuk. Mama had niet gedacht dat het paste bij jou, Lucilla. Dus ze wilde meteen een mooie make-upje erbij. En een mooie prinsessenjurk aan. Dat het helemaal af zou zijn, hè? Draai eens om. Kijk dan. Kijk dan, dit is toch geweldig. Ik wou dat ik dit vroeger had toen ik jong was. Hé, hey, wauw. Ik vind het echt heel bijzonder. Ik vind het ook echt heel grappig om te zien bij haar. Ik heb het haar eigenlijk niet meer zo heel veel ingehaald. Puur ook omdat het voor mijn hoofd best wel zwaar was. Dus de hele dag met dat haar lopen vond ik toen de tijd vond ik dat een beetje zwaar. Dus ik heb het toen eigenlijk alleen maar gedragen met bepaalde gelegenheden, zeg maar. Als we ergens heen gingen of we hadden wat of zo, dan deed ik dan dat haar in. En ik was het eigenlijk een soort van vergeten. Dus het lag gewoon in het kastje van de toilet, van de badkamer, lag dit haar in een etui-tasje. En Luxie die pakte dat tasje opeens. Oh ja, dat is gedroogd, ja. Dus vandaar dat Lucilla vandaag door het leven gaat voor één dag als Rapunzel met lange haren. En jullie horen Luxie ook alweer lopen met haar loopkarretje. Luxie! Hallo, oogs. Luxie heeft een snottenbelletje. Luxie, een snottenbelletje. Je bent een doekje. Oh. Goedemorgen, schatje. Ja, even het snottenbelletje. Oh. Ja, dat is nooit fijn, hè, dat snottenbelletje. Goedemorgen, Luxie. Was je alweer aan de wandel? Was je alweer aan de wandel, schatje? En Woezel en Pip ook. Goedemorgen, Woezel en Pipje. Goedemorgen. De twee mannen des huizes die slapen nog uit volgens mij. Want het is wel erg stil boven. Zullen wij croissantjes gaan maken? Ja. Ja? Heb je daar zin in? Met mijn lange haar. Met je lange haar, ja. Wij gaan lekker croissantjes eten. Open de pop. Ja, dat is de pop. Pop. Heel goed. Even. Ja, dat doe ik. Nee, niet zoveel, Lucilla. Dat is niet goed voor je buikje, schatje. Oh, niet te veel.
dan kijk je dat je lange haren er niet tussen komen. De dakplaat. Goed zo. Ik hoor Luan. Luan komt naar beneden. Gaan we kijken hoe hij reageert als hij jouw haren ziet, goed? Oké. Lucilla! Oh. Goedemorgen, Luan! Hoe dan? Terwijl het maar een hele korte avond was. Oh. En jouw haren? Mijn haren niet, ze zijn niet gegroeid. Ah, nou begrijp ik het. Het was mama's haren van toen ze nog niet een hele korte kapsel. Ja. Aha. Mooi, hè? En Luxie denkt, hey, en ik dan? Ik wil ook lange haren. Luxie. Mooie schatje, hè? Luan, kijk. Luxie heeft natuurlijk nog geen haar bovenop, dus je ziet gewoon het lijntje. Dat is gek, Luxie. Ik moet hem een beetje voor je houden, even kijken. Zo. Het gaat hem niet worden. Het gaat hem niet worden bij jou. Luxie denkt, ga weg met die boshaar. Ik wil helemaal geen haar. Ga weg met die bosharen. Kijk, dan leg ik dus dit haarnet zo hierop. Zo. Kijk, dan zit het dus hier. En nu ga ik dus met zo'n puntkam. Kijk. Met zo'n puntkam ga ik vanaf hier beginnen. Al haar haar over dat visdraadje doen. Oh, dat is Luxie. En dan lijkt het dus, zie je dat hele draadje niet meer? Oh, Luxie. Luxie er vol. Zo, kijk. En dan lijkt het inderdaad dus op echt haar. Dus hebben jullie hoofd die kant op? Kijk. Je ziet een bandje. Dan doe ik zo dit. Er overheen. Dan zie je niks meer van het bandje. Er zitten geen clipjes in het haar vast. Want dat, dat zakt altijd heel erg makkelijk uit. Het is gewoon een soort haarbandje. Wat je op hebt. Kijk, dan zie je het dus niet meer. Dan zie je dat bandje niet meer. En normaal gesproken is dit haar dan een paar centimeter langer dan je eigen haar. Dus dat knippen ze op maat. Dat hebben ze toen bij mij op maat geknipt. En dan heb je volle haar. En iets wat langer haar dan dat je had. Leg ik over mijn eigen haar heen. Zo. Die trek ik hierdoor naar beneden. Zo. En dan ga ik met een puntkam over het haar over dat vissendraadje trekken. En dat doe ik dan helemaal rond. Zo. Ik hoef niet al het haar, maar gewoon een paar goede plukken. Ook aan die andere kant. Hier bij je scheiding goed beginnen. Wat grappig dit. Echt lang geleden dat ik deze in heb gehad. Ik wou dat ik van dat lange haar had, jongens. Maar ik heb van mezelf gewoon heel dun, piekerig haar. En dan... Hoe vind je dit? Mooi? En Luxie kijken. Wat is dat nou? Heeft mama ook lange haren? Oh. Hé. Kijk dan. Heeft mama ook lange haren? Kijk. Wat heeft mama hier dan? En kijk, dit is dan mijn lange haar. Alleen je ziet best wel goed dat vanaf hier dat het dus nephaar is. Omdat het best wel een groot stuk. Ik zal even de achterkant laten zien. Best wel een groot stuk. Is het een verschil met mijn eigen haar. Ik weet niet of jullie dit goed kunnen zien. Maar kijk, dit is dus een beetje hoe het er dan uitziet. Grappig, hè? Heel grappig. Ja, ik vind het zelf ook nog steeds echt heel grappig. Ik was ook heel verbaasd toen ik het tegenkwam. Hij was op een huishoudbeurs. En een goeiemorgen vanuit papa. Daar is mijn koningin. Goedemorgen. Ik ga de puppies even uitlaten. Ben je lekker mee? Tot zo. Nou, daar is mijn Pip. Gaan wij lekker wandelen. Oh, sokje niet meenemen. En lopen. En wandelen. Papa kreeg een heel leuk idee. We hadden deze doos ontvangen. Met filmkaartjes. Verklaren de gekke groeten. En daar gaan we heen. En als we terugkomen met de film, hebben we er een heel leuk doepakketje bij gekregen. Maar wij zeggen, voor nu, op naar de bioscoop. Wat ziet papa nou? Lucilla die heeft vannacht geslapen. Huh? Zo, nou, Lucilla gaat als prinses. Met papa de koning en Luan de prins en mama de koningin. En Luxie prinses. Naar de bioscoop. Wat een mooie lange haar. Wij zeggen, op naar de bioscoop. We'll be right back.
Op naar de film. Ja, dat is zo. Daar hebben we een Klaar in de koeien, deze. Kijk. Oh, klaar in de gekke hooi. Nee, maar over 5 minuutjes begint hij, dus kom. Gauw holle duifjes met je prinses. Die zijn we ook geweest, ja. Mama, hè? Deze is van mama. Hey Luan, let's go to the moon. Let's go to the star. Mooie lange haar, Lucilla. Papa, zo'n mooie prinsessendochter. Wauw, wauw, wauw. Ik snap er niks van. Papa wordt wakker. En Lucilla heeft heel lang haar. Kan nog eens lekker zetten? Nou, even wat lekkers en wat drinken. En dan naar zaal nummer 3. Allebei één dingetje, hè? Hé? Hey? Allebei één dingetje. Ja. Nou, ze gaan even wat lekkers uitzoeken voor onder de film. Wil jij ook, Luxie? Ja, Luxie, die zit hier van je mama. Dat vind ik ook wel interessant. Nee? Nou, wat lekkers. Hè? Wat wil je drinken? Nou, even wat lekkers uitzoeken. Papa die pakt even wat drinken. Christie? Wil je, nou, doe maar appelsap. Appelsap, hè? En daarna wat is het? Luxie, hou het maar wel dicht, hè? Hou het maar wel even dicht voor jou. Ja. Jongens, hebben jullie een zak voor samen? Ja. Ja? Oké. Oké. Nou, doen we die even dicht. Die heb je van zo'n dingetje. Kijk eens, doe die maar dicht. Kan je die dicht doen? Kan je dat? Nee. Zo? Ja, kijk eens. Ga maar vast doen. Luxie, ga je mee? Kom maar, schatje. Mama, ik ga nog even dit doen. Oh, is ik gekker. Vind ik leuk. Ja, doe maar. Kijk eens, Luxie. Ga maar vast. Ga je mee? Gaan we? Zo komen de film al door, hè, Lu? Ja. Op naar de film. Ja, nou, we gaan naar zaal nummer 3. En die moet daar ergens zijn. Volg Rapunzel. Waar is zaal nummer 3? Hier. Daar? Ja. Ja, goed gevonden. Even kijken of het een goede film is. Clara en de gekke koeien. Ja, dat is een goede film. Nou, gaan we een plekje zoeken. Dan gaan we naar de bioscoop. Ja, dat is leuk. Dan is hier altijd eventjes donker. Ja. En dan hier is de zaal. Oh, kijk, hier hebben we de zaal. Waar is het een beetje begonnen? De reclame is er. Oh, er zijn niet heel erg veel. Kijk. Dit is de zaal. Waar gaan we zitten, jongens? Mooi, hè? Kijk, dit is een mooi plekje. Hier kunnen we het goed zien, hè? Ga maar zitten, Luxie. Ja. Dit is mooi, Luxie. Dit is een mooie, schatje. Ja, dit is de bioscoop. Mooi, hè? Dat is de film. Dat is de film. Waar je hart is. Ja. Wauw. Zit je er klaar voor? Zullen we de jas even lekker uitdoen? Ja. Kom maar, doen we lekker de jas uit. Alexie. Dag, zeetje. Veel kijkplezier. Proost. Ik hoef je hulp niet. En bedankt. Alexie. Dat is een mooie film, hè? Ja. Hey, weten we nu hoe we die appeltaart moeten bakken van Bouke? Ja hoor. Nou, dan gaan we nou eens die appeltaart bakken. En ik zie. Op naar huis. Ja, appeltaart bakken en een frambozen shake. Lange haar, hè? Daar ga je mee naar beneden. Gaan we naar de bioscoop. Silla, je haar niet tussen de trap laten komen, hè? Zo, nou, prinses Lucilla en prins Luan, gaan wij weer lekker naar huis? Oh, nee, dag, prinses Luxie. Nou, Luxie, waar gaan we ons lippenbeef uitlaten? Hier zijn je vriendjes. Nou, daar moeten we vriendjes.
Papa, ik zie een hele uur later met jullie. Hey. Oké, hier is de picknickman van gisteren, zat in de auto. Hey, en jullie veel plezier met appel aanpakken, hè? Ja. Tot zo. Wij zijn weer lekker terug thuis. Daniel die laat even de honden uit en die wandelt even Luxie in slaap. Want in de bioscoop vond ze het veel te leuk om te slapen, dus die heeft niet geslapen. Wie hebben we daar? Kok Luan en kokin Lucilla. Die zit al klaar met de mooie lange haren. Ook echt heel leuk. Iedereen die keek ook echt Lucilla zo aan van wauw, wat heeft dat meisje lange haren. Dat was grappig hè, de bioscoop. We hadden dus een doos gekregen voor deze film. En eerst begrepen we al niet van waarom krijgen we appeltaart in een doos voor de film. Maar nu snappen we precies waarom hier appeltaart in zit. Dat zullen de kinderen zo vertellen. We hebben hier appeltaartmix. Ja. En we hebben deze leuke sjaaltjes. En dan kijk, hier zitten appels. Zitten er appels in? Laat eens kijken. Ja. Oh ja, noem eens open. Laat zien. Zijn ze nog goed? Want er zit er al even in. Zelfs suiker zit erin. En kaneel. En een appeltaartvorm, dat komt goed uit. Oh. Mama die was kapot. Ze lijken wel. Ja, dat dacht mama al een beetje. Want dat zit er al even in. Nee, maar, deze niet. Maar mama heeft zelf ook andere appels. Deze zaten er wel bij in, maar zoals jullie zien is het niet meer helemaal goed. Maar deze wel. Nou, we hebben hier de kaneelpoeder. Oh, hier zit nog suiker. Oh ja, die moet er even af. Kijk, en een appeltaartbak. Ja, die had het, deze had het, de koe op, hè? Hoe heette de koe ook alweer? Het koetje. Hoe heette ze ook alweer? Lara. Clara. Oh, Clara. Clara heette. Zal ik mama deze bij jou opdoen? Bij mij? Ja, dat is toch... Waarom? Je had Clara op haar hoofd. Bij de film. Maar dat ja. Wel. Oh, wil je die ophouden? Nou, doe ik hem bij Luan op. Die vindt dat wel leuk. Hé, hey, jongen. Even kijken. Doe ik hem meer gewoon als een stoere taartenbakker op. Goed? Waarom hebben wij nou appeltaart gekregen voor deze film? Kunnen jullie dat vertellen? Omdat daar de film over ging. En waar ging het dan over? Over appeltaart. Ja, maar vertel eens wat meer. Ik doe niet helemaal, maar ik doe het beginstukje. Toen was Clara ergens bij een soort show. En toen was Clara helemaal niet goed en gingen allemaal mensen. Oh, en toen waren twee andere hele stoere mannen die wel heel goed waren. En daar ging ze voor juichen en niet voor Clara. Toen ging Clara naar haar moeder, die in het winkeltje werkte voor een soort shake. En toen had mama iets geheim van Clara. En die ging ze snel verstoppen in haar kassaatje. En toen ging ze even met Clara praten. Die daar ging. En dat niet zo goed daar ging. En toen ging die kassa-ding meteen vanzelf een stukje open. En toen zag Clara en hij ging hem snel pakken. En het ging voorlezen. En toen ging het over... Alsjeblieft, kom bij mij, want ik heb je nodig. En toen dacht Clara, dit heeft papa zeker naar ons toe gestuurd. En dat wou de mama van Clara het geheim houden. Omdat Clara bij de moeder moest blijven. Maar Clara zei, ik ga gewoon nog naar mijn eigen papa toe. Toen ging ze in de bus naar Clara toe. En toen ging dat andere stukje. En toen was er nog zo van, die kan nou bewegen. En toen gaat hij alle taart erop eten. Ja, dat was een beetje in het midden, hè? Ja. Oeh, dat vond ik ook een beetje griezelig. Ja. Nou ja, maar gelukkig kwam alles weer goed, hè? Dat wel. Dus het was wel een leuke film. Nou, we hebben hier ook nog een eitje erbij. Dat hadden we nog nodig. We hebben de appeltaartmix, check. We hebben de appels bij Lucilla. En dit, de bakding, we hebben suiker gekregen en we hebben kaneel. We hebben het geheime recept van de papa van Clara. Zie je dat? Ik wil hem hebben. En daar staat precies op. Nee, even kijken. Dat doekje heeft ze op haar hoofd. En daarom zaten die doekjes erbij, maar Lucilla heeft liever de koksmuts op. In stukjes gesneden. Er zitten alle appeltjes en dan gaan we het appelbeslag maken. En dat doen we met... Suiker.
suiker en met kaneel. En dat mogen jullie er allebei in doen, hè? Of jij even met je appeltje. Nou, goed gedaan, Rapunzel, met je lange haren. Vind je het nog steeds leuk, hè, lange haren? Of zal ik ze afknippen? Nee? Mag ik ze niet afknippen? Nou, Lucilla, je bent echt goed aan het poetsen, hoor. Zelfs het hele dressoirje heeft ze gepoetst. Goed, hoor. Komt dat door die lange haren? Dat je zo goed aan het poetsen bent. Hm? Fotolijstje van papa en mama. En tada! De appeltaart is klaar. Lekker, Luxie. Ik heb er mega zin in. Zullen we hem eens even openmaken? Kijken of hij niet uit elkaar valt. Kijk eens, hij blijft keurig staan. Nu gaan we hem even snijden. Mama heeft hier een mes. Even jullie even allemaal vingertjes aan de kant. Luxie, handjes aan de kant. Even kijken. Zo. Oh jongens, hij is heerlijk. Mm-hmm. Die koek is vaak heerlijk, hè? Ja, die koek is het lekkerst, hè? Ja, kwam. En de slag is het lekkerst. En de slag is het lekkerst. Oké, hoor. Ja. 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 Lekker, 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 lekker. Ik maak een doolhof. En ik heb er al 3 doolhofs gemaakt in het mandje. En dit is mijn 4e. En als mama jarig is, want mama is bijna jarig, maak dan een verrassing. En dat zijn een paar doolhof. En als mama eruit is, en dat je eruit moet, dan heb je het goed gedaan. En als je ze allemaal goed hebt gedaan, dan krijg je een leuke verrassing. En dan zijn kleine speeltjes, maar daar moet nog iets
mee bedenken. En dat is mijn cadeau. En ik maak een mooie tekening van mama. En dat is mijn mama cadeau. En ik heb lang haar. Zeg ik van mama, lang haar kan je dat. Oh, ik heb een kijkje, man. Kijk eens hier. Goed zo. Heb ik een nieuw? Nieuw? Nee, dat is geen nieuw. Nee, ik bedoel, heb ik een nieuw in mijn naam? Nee, natuurlijk niet. Daar ga je mee tellen. Gekkie. Hoe moet ik nou mijn naam schrijven? Kijk, het is een hele lange naam. Dus het is heel erg moeilijk. Dus ik ken hem bijna. Oh, dit is de worstjes, sausijswasjes in de pan gedaan. Ik heb even door stukjes gesneden. Mais, worteltjes en doppetjes. En wat krieltjes en nog wat rauwkostgroentjes. Lange haren dan. Mama. Kijk dan die haren. Mama. Ja, jongen. Over hoeveel nachtjes ben je jarig? 2 weken. Over 2 weken, jongen. Dus dat duurt nog wel even. Liefie. Zo, nou, de tafel is gedekt. Komen jullie eten? Nee, eten, man. Nog 1 keer schommelen en dan eten. Niet te ver, jongens, die bakfiets. Oké, okay. Kan je eruit komen, zelf moet ik je helpen. Maar deze achtbaan. Een super. Ja, het was een achtbaan. Waar ik achtbaan aan het spelen. Oh. En dat ging heel snel. Kom, gaan we lekker eten. Wil je altijd van je lange haren of zal ik het morgen maar weer afknippen? Nee. Vond je het weer een leuke lange haren dagvlog? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en op ons belletje klikken. En we zien jullie morgen weer. Doeg, tot morgen. Doeg. Is het fijn? Ja.
Ze zwaait naar ons. Ze zwaait naar papa. Nou, gaan we morgen naar school? Ja. Voeg je hart, boem boem mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.